Zo, wie zit er nou hier in het karretje? Dat is Lady. Bezig met de ledverlichting op te hangen. Hier is het beginpunt. Nee. Maar ik ga even om je heen lopen, dat vind ik leuk. Ja, vind ik heel erg leuk. En dan ga ik even zo doen. Nou, wil je eventjes wat doen dan? Ja hoor. Hey, Google. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 5 januari 2022. Ja. En gisteren heb ik wat gedaan. Dat is deze gemaakt. Dat betekent dat ik ook wat zometeen wat mee ga nemen met het lopen van Lady. Dus ik wens jullie weer heel veel kijkplezier met alles wat we gaan doen vandaag. Want er staat wat aardig wat op de planning. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En zo, wie zit er nou hier in het karretje? Dat is Lady. Alleen, ze vindt het leuk om iedere keer dat... dat is stikke mooi. Dat los te krijgen. Maar dan moet ze even leren. In principe is ze een stukje te groot ervoor. Maar als het eenmaal leert, kijk... Dan weet ze het hoe en wat. En ik kan, moet daar zelfs voor langs. Dus ja. Even gewoon even zo, hè. Even leren. Trainen. Ze vond even helemaal niks. Maar ik wel. Vind ik vele mannen leuk. Hartstikke idee. Hartstikke mooi. Zo. En dan hebben we Lady dus in dit bakje. Ja. Dan hebben we Lady in dit bakje. Ja. Toen hadden we jou in dit mooie bakje. Hè, schat? Ja. Nou, ik ga je er weer uithalen, schat. Ja. Vind ik veel helemaal leuk om jou er weer uit te halen. Ja, ga je weer eruit. Ja. Nou, doe ik deze ook even weer zo. Zo. Halen we Lady er weer even uit. Wachten, schat. Ik ga... Nee. Wachten, Lid. Wachten, schatje. Hartstikke mooi. Komt u maar. Rustig, Leed. Ja, en toen was ze alweer buiten. Even je riem, schat. Even je lijn, schatje. Schatje, je lijn. Dan maak ik hem toch lang. Ja, goed zo. Nou, en dan doe ik hem dicht. En dan kan zij daar even lekker snuffelen. En daar zit Lady weer in haar mooie bolide. Ja hoor, helemaal goud. Dit is haar derde keer nu. En dat gaat steeds een stukje beter. Ja. Ja. Helemaal top. Hi. Dus, even tot aan de brievenbus en dan mag je er weer uit, schatje. Ja, echt wel. Ja hoor, even wennen is voor jou hè. Ja. Ja! Yeah. En hier zit Lady dus nou echt serieus. Letterlijk in, kijk maar. Daar ligt ze. Oh, wauw. Ja. En daar is de brievenbus al, dus. Mwah. Ideaal. Hè, schatje? Jij. Helemaal top, hè? Ja! Yeah. En jullie zien haar nu niet. Nee, kijk hier. Hi! Puppy! Kijk eens hoe lief ze erbij zit. Licht hangt. Tussenin. Hey meisje. Wat was dat nou? Wat hoorde jij nou dan druk? Hey. Hi. Hi wijfie. Hoe vaak kom jij nou in de vlog? Niet hè? Hi meisje. Ja. Nee, blijf daar. Blijf dan. Blijf dan. Het is oké. Ja, je bent lief. Ja. Ja, je bent lief, wijfie. Ja, je bent mooi. Hoe vaak heb ik jou nou op de vlog op deze manier? Niet hè, Draki. Draki.
Hey wijfie, wat ben jij mooi. Wat ben jij mooi. Hé, draak. Ik kijk wel aan de andere kant op, zeg maar. Het boeit me niet. Nee, schitterend. En wie wil er hier ook weer aandacht, hè, in de spotlight staan? Ja, meneer Dick, hè? Speedy? Ja. Ja, ja, hè? Een roderik die heeft een mooie zonnebril op, hè schat? Heel mooi. Oeh. Nou, het kleurt op. Ja. Nee, we mogen nog niet. Nee. Hoe gaat-ie met jou? Ja, mag. Gaat wel. Waarom gaat wel? Vertel het eens. Oeh, we mogen. Kijk, we mogen weer rijden. Dat gaat, zeg maar. Oké, dat is mooi. Nou, we zijn al bij de dierenvoedselbank geweest. We zijn druk bezig in huis. Dat laat ik jullie zo meteen zien. Ja. En het regent af en toe en af en toe weer niet. En het is gewoon raar weer. Maar oké, maakt allemaal niet uit. We maken er een gezellige, leuke dag van vanzelf. En ja, ik moet nog eten. En eigenlijk heb ik ergens zin in. Maar oké. Een poesie. Hè? Huh? Een poesie? Ja, een poesie. Toppoes bedoel je? Ja, poesjes. Nee, maar ik had ergens anders zin in. Ja. Nou. Daar heb ik het geld niet voor. Nee. Nope. Dat is mooi. Doei met die KC Kitchen Care. Ja. Maar we rijden wel zo meteen langs. Maar ik ga het ook niet iedere keer aan Ro vragen om dat te gaan betalen. Nee. Of mits dat hij zelf ook zin hebt om... Hint. Een hele grote hint. Maar ja. We gaan gewoon lekker rustig gaan. Op ons gemakkie. Lekker richting huis, op ons gemakje, wat ik net al zei. En ja, we gaan het zien. Zo met een lekker klus in huis, ja. Want jullie weten dat we een mooie Google Nest hebben. Dus ja, waarom wil ik iedere keer een Google Hub zeggen? Het is een Nest Hub. Ja, maar waarom wil ik iedere keer een Google Hub zeggen? Dat is een oudje. Oeh, dat is een oudje. Mercedes. Aha. 4208. Zo, dat is een hele oudje. Wauw. Deze. Kijk, dat is een mooie oudje. Deze met 4000 XP. Ja, dat is Kia. Ja, maar die is wel mooi. Deze Kia. En die blauwe vind ik dus niet mooi, hè? Zulke lichtblauwe. Nee, dat is helemaal niks voor mij. Uit mijn beeld hebben. Maar geef mij maar gewoon of die grote dikke Ram. Dat is een... HH 91 46. Handelaar. Ja. En deze auto die is heel nice. Wauw. Het staat niet goed geschreven, die O is lager dan die andere letters. Die ene O is hoger. Ja, nu dat je het zegt. Let op hè jongens, dit is... Hier en hier zegt Roo iets over die O. Moet je opletten, kijk. Het is niet geanimeerd, zeg maar. Nee. En die 416 ook niet. Het is niet helemaal recht. Nee, ik ga geen sponsoring doen of wat dan ook. Of nog mis dat hun mij bellen. Maar dan wil ik wel een auto van hun lenen hoor. Gratis. Gratis lenen dan? Ja, gratis. En dat de rest qua huur op hun rekening staat, zeg maar. Doei. Dag. Nou, en hier kun je dus ook shoppen. Hier hebben we een Aldi, hier hebben we een Jumbo, een Action. Wat gaan wij doen? Goed zo. Een halal slagerij. S-kaartje, nog wel. Een Range Rover. Heel fijn. En als we vaak naar de McDonald's gaan, mochten we altijd gaan, dan gaan we altijd bij deze McDonald's. 1. Voor Den Haag is deze lekker. Maar als we naar de Helder gaan, gaan we naar Alkmaar. Want die vind ik het lekkerste. En daar kan deze niet tegenop. Echt niet. Ja. Nee, daar kan deze... Nee, helemaal niet eigenlijk. Valt reuze mee qua wachtrij. Mooi spoiler ook trouwens. Wow. Heb je ook Insta? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk wel, weet ik niet. Teleport Hotel. Ja.
Vegisarius. Vegi. Ja, Vegisarius. Als voor dinosaurus is dat dan een Vegisarius. Je wilt de kipnuggets? Ja, is prima. Best. Liefst altijd alles wat ik altijd al heb eigenlijk. Maar als dat te duur is, dan hoeft dat niet. Nee, dat wil je doen. Het liefst en die maestro. Ja, en doe maar gewoon een normale en geen dubbele. Een hele goede dag. Graag een single maestro terug op de Lux. En een cheeseburger zonder uien en zonder augurken. Ik had een heel leuk idee om eventjes inderdaad, zoals jullie weten, naar de Mac te gaan. En voor ons, die foto zal ik eventjes erbij doen. En van deze mooie auto die er dus naast ons staat. Ik had iets van, nou, ik wil hem eventjes een compliment geven van zijn auto. Nou, ik heb een heel goed gesprek gehad. Deze echt geweldig, ook die spoiler en alles. Ik heb een kaartje aan hem gegeven. Nou, hun gaan dus ook lekker bij ons met de meetings doen. Dus ook helemaal top, gezellig. Bezig met de LED-verlichting op te hangen. Hier is het beginpunt. Naar beneden. Daar is langs. Daar achterlangs helemaal omhoog. Hoog. Daar weer langs. En dan naar beneden. Bochtje eromheen. En dan hebben we daar weer mevrouw de kitvrouw. Toch? Ja, de kit. Ja. Atomic kitten. Ja, precies. Bijna wel. En ja, het hele bureau is nu eventjes een beetje ontmanteld, zeg maar. Dus. Ontmanteld. Maar wat zijn we allemaal aan het doen? Nou, met een potlood. Even lekker op je vingers kijken. Sleuk. Je doet je best, maar het wordt. Ik wel. Hoeveel vingers heb je? Zes. Zes, ja, oké. Okay. Drie links, drie rechts en een pink en een duim natuurlijk. Ja, een beerskant. De duimvinger en de pinkvinger, die zijn er niet. Nee. Maar wat ik aan het doen ben, nou ik heb dus lijmkit, weet ik veel, gewoon en montagelijm. En dat doe ik dus op de muur. En dan ga ik hem dus eigenlijk aanstippen, aandrukken met een potlood. En tegen mijn ledstrip aan. Zodat hij dus blijft plakken. Want ik heb hele preuze muren. En dit is dus niet geschikt om dit eigenlijk goed op te plakken, zeg maar. Dus dan maar op deze manier. Dus gewoon eerst lekker met kit en dan gewoon montagelijm en van de Action. En dan heel mooi opplakken, zeg maar. Oké, want hier hebben we de ledstrip, zeg maar. Dacht ik. Ja. Yellowfire ledstrip. En die werkt ook met je telefoon. Ja. Met een afstandsbedieningje dat erbij zit geleverd. Ja. En met je Google Home Nest Hub, weet ik hoe dat ding heet. Ja, nou ja, daar zit ik dus ook altijd versie 2. Mij. En zeggen van, hey Google, doe die lampjes even aan. Ja, straks. En dan gaat het lampjes aan op jou. Ik kan deze lampjes ook een naam geven, toch? Van lampjesbureau of zoiets. Ja, volgens mij wel, maar hoe dat nog zit, weet ik nog niet. Ja, maar niet dat je zegt, doe de lamp aan, dan gaat de lamp in de keuken aan. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Ja, joh, helemaal. Miep, miep, miep. Ja, dat zijn de hapjes, die gaan klaar. Alleen het bochten werkt, dat is een beetje klungelig natuurlijk. Ja, de bochten werken, dat sommige moet ik nog even weer even bijstippen. Bijstippen, maar over het algemeen ja. Deze en deze dingen die kun je niet goed met bochten doen, zeg maar. Dat is een beetje jammer. Hier gaan we naar beneden. Beneden. Dan krijg je hier een bocht. Ja, dat gaat niet zo makkelijk. Daar ook niet. Daar een doekje. Hier een doekje. Daar ook niet. Nee. Dan weer doen. Ja, dan heb je daar weer een hoekje. Ja, dat is lastig. Dan neem maar mooi netjes bovenlangs. En dan daar weer een hoekje. Dan heb je het hier gedaan. Nou, weer zo. En dan heb je hier. Dan heb je hem hier gedraaid. En dan hier weer gedraaid. Hier weer naar beneden. Ja, en dan moet ik hier nog zo met een heel klein rotstukje draaien. Een heel klein rotstukje. Zo rot is dat ook weer niet. Gewoon wegwerken. Ja hoor, gewoon inderdaad wegwerken. Dan ben ik. Dat is echt iets voor mij. Ik weet niet hoe ik dat heb, maar dat heb ik al vanaf vroeger. Ik vind dit gewoon heel leuk. K-
klussen in huis, verven. Net zoals eigenlijk als ik weer een beetje spaarcent heb, dan wil ik al mijn deuren weer even goed witten. Kijk, en dan moet ik hier dus een bocht maken, ja. En dan zit ik eigenlijk al, een beetje zo. Beetje smokkelen. Even een beetje smokkelen, maar... En dan doe ik hem dus eigenlijk vanaf hier weer pakken. Dan gaat hij dus daar dus eigenlijk... Kijk. Ja. En dus eigenlijk vanaf hier weer pakken. Ja, oké, dan gaat het goed. Ja. Nou. Ga je lekker verder? Ja, ik wel. Dan ga ik wat met hapjes beginnen. Ja, is goed, schat. Toppie. Zo, even filmen. Dat is leuk. Hi, schat. Het is een beetje donker bij jou. Ja. Heel erg donker. Maar ik ga even om je heen lopen. Dat vind ik leuk. Ja, vind ik heel erg leuk. En dan ga ik even zo doen. Nou, wil je eventjes wat doen dan? Ja hoor. Hé, hey, Google, zet verlichting op max. Zo, dit ziet er heel nice uit. Ja, oké, hier dan een beetje een kromming die kant op, maar dat maakt helemaal niet uit. Kijk eens aan. Hé, hey Google, zet verlichting op geel. Prima, ik verander de smart RGB naar geel. Hé, hey Google, zet mijn verlichting op rood. Het is wel een mooie combinatie hoor, dit. Ja. Hey, Google, zet verlichting op oranje. Ik heb jou niet begrepen. Hey, Google, zet verlichting op oranje. Oké, ik verander de smart RGB. Hey, Google, zet mijn verlichting op blauw. Zo, pot! Hey Google, zet verlichting op stroboscoop. Zo, die verstaat je niet, of zo. Hey Google, zet verlichting op knipperen. Oeh. Kent u niet? Nee. Hey Google, zet de verlichting op wit. Ik verander de smart RGB-strip naar wit. Zo, dat is hem. Nou, is een leuk speeltje toch? Zo. Zoals gewoonlijk ga ik deze vlog afsluiten vanuit mijn bed. Ja, ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Ik wel vanzelf, want anders maak ik hem niet. Dus vond jij deze vlog nou ook zo leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog.